Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met in deze aflevering twee gasten. We praten straks met Mustafa Alleskan. Wat gaat hij doen? Komt er bijvoorbeeld een denk in Tiel? We weten het zelf nog niet. Hij gaat het straks vertellen. We gaan nu eerst praten met Lisbeth Roders. Lisbeth Roders van Geldermalsen, dat is haar volledige naam. En zij maakt deel uit van de politieke partij OD16. Jij bent een raadslid hier in Tiel, samen met Robert van Galen, OD16. Een afsplitsing is dat weer van D66. Hè? Dat is vorig jaar in de zomer gebeurd, na oneenigheid. Kun je de balans uiteindelijk nu een beetje opmaken? Ja, we zijn nu natuurlijk meer dan anderhalf jaar zijn we bezig. Je moet natuurlijk even een beetje je richting vinden, maar ik denk dat we die aardig gevonden hebben. We hebben geprobeerd ons zo breed mogelijk op alle dossiers in te werken. Dus het was wel heel veel werk. Hè. We hebben heel wat dossiers doorgeworsteld. En het zit al in onze naam, onafhankelijke democraten. We hebben ook geprobeerd een onafhankelijk geluid te laten horen. Dus gewoon op de dossiers, op de inhoud kijken. En ons geprobeerd een beetje verre te houden van het echte politieke geharrewar, zou ik bijna willen zeggen. Het politieke gekonkel? Ja, dat is jouw benaming. Maar in ieder geval echt puur op de inhoud kijken. Toen jij 4 jaar geleden zo'n beetje in die raad kwam, het is niet helemaal 4 jaar, maar goed. Zag je echt iemand die zei van, nou, ik ga wat voor die stad betekenen? Dat was wel mijn intentie, ja. En daar was je ook blij om, kon je toen ook wel merken? Ik vond en ik vind het nog steeds leuk om te doen, omdat ik denk dat ik het, het is een beetje raar om te zeggen, maar dat ik het wel kan om naar die dossiers te kijken. En met name op het sociale domein. Het sociale domein heb ik natuurlijk het meest verstand van. Heeft alles ook met je eigen werk te maken, ja. Daar heb je kennis van zaken van. Hoe staat Tiel ervoor als het gaat over dat, we hebben die zachte landing gehad, dat geldt die transitie vanuit het Rijk naar de gemeente. Goed, flinke tekorten, maar uiteindelijk. Nou, het is natuurlijk een enorme exercitie die we met z'n allen hebben moeten doorlopen. En ja, dat is niet eenvoudig. Er zijn flinke tekorten. Daar zijn we echt wel heel erg van geschrokken. Want het bleek dus dat er onvoldoende sturing was en dat we onvoldoende zicht hadden op wat er gebeurde. Te maken met de wethouder of was dat gewoon het systeem dat het veroorzaakte? Ik denk dat het gewoon onderschat is. We zijn uitgegaan van die zachte landing. En dat was ook een hele goede keuze. Ja, maar de zachte landing, dat wil zeggen dat de mensen zelf niet zouden merken. Dat ze zoveel mogelijk zouden houden wat ze hadden. Alhoewel het bij mensen wel heel veel onzekerheid heeft gegeven. Maar er zat natuurlijk wel een bezuiniging achter. En ja, die is nu wel duidelijk geworden dat er ook echt bezuinigd moest worden. Dus dat je met alleen zacht landen er niet zou komen. Dat je dus echt de dingen wezenlijk anders moet organiseren. En in dat proces zitten we nog steeds. En dat is ook nog lang niet klaar. Maar om dat goed te doen moet je wel goede instrumenten hebben om in de gaten te houden van hoeveel geld hebben we nu uitgegeven. En omdat dat een soort naaieffect heeft. Mm-hmm. Zijn we daar veel te laat achter gekomen dat het niet goed ging. Wel een pluim voor de wethouder, zoals hij het gedaan heeft? Ik denk dat hij zich er enorm voor ingezet heeft. Dat is logisch, want daarom zit hij op die plek. Ja, uiteraard. Maar terugkijkend kan je zeggen, we hadden veel eerder daar veel harder op moeten sturen. En we zijn uitgegaan van cijfers die niet reëel bleken te zijn. En heel Nederland had tekorten, alleen Tiel had nog geen tekort. En dan moet je natuurlijk wel argwaan gaan hebben van, doen we het nou zo goed of zien we het niet? De vlag kon al uit zullen zeggen, ineens was het boom. Ja, dus helemaal frappant was, een stukje later was het weer boom, want de tekorten waren weer footsie. Ja, dus daar word ik wel onzeker van. En daarom vertrouw ik er nog niet op dat het goed is. En denk ik dat we heel kritisch moeten kijken van hoe het nu gaat. Dat belooft dus nog wat voor de toekomst? Dat belooft nog een heleboel voor de toekomst, ja. Wat ga jij zelf doen? OD16 gaat stoppen, hè? Ja, wij gaan stoppen, want wij vinden zelf dat Tiel is niet gebaat bij een heleboel splinterpartijen. Ik denk als je een stad goed, als raad goed wil besturen, moet je een paar krachtige fracties hebben. En ik denk ook een goede, stevige oppositie. Zodat je altijd kritisch blijft kijken.
Ja, toen Van den Burg nog leefde, hebben we daar ook met hem over gesproken. Daar zouden gesprekken plaats gaan vinden met andere lokale partijen. Hebben die gesprekken plaatsgevonden? Nou, die zijn nooit echt. Het is nooit verder gekomen dan zo is informeel is een beetje aftasten. En er was te veel aan alle kanten. Hè. Er was toen sprake van: zullen we alle lokale partijen op één hoop gooien? Mm-hmm. Nou, er bleken al, voordat wij zelfs hadden meegepraat, al zoveel. Voor zover ik begrepen heb, verschillen van mening dat eigenlijk niet goed van de grond is gekomen. Ja, en er zijn nu Pieter andere, weg. En nu zijn er andere keuzes gemaakt en de partij heeft zich goed hersteld van het verlies van Pieter. Maar het is natuurlijk wel een enorm verlies. Want hij was natuurlijk wel een hele markante leider van die partij. Ja, en gepokt en gemazeld door de politiek. Ja, een enorm politiek inzicht. En dat, daar gaan zij nu hun best voor doen. Jij gaat stoppen. Vind je dat jammer? Ik vind het aan de ene kant wel jammer, want ik vind het wel toch wel heel interessant werk om te doen. Ik heb al vaker gezegd hier, het is ook heel veel werk. Het is eigenlijk niet fatsoenlijk te combineren met een fulltime baan. Nou ja. Dat is eigenlijk, wil je het echt goed doen en dan moet je eigenlijk maar een halve baan hebben. Nou, kun je niet aan de mond praten, maar dat klopt. Er komt ongelooflijk veel op een raadslid af. Dat is bijna niet te baapstukken. Nee, en je hoort vaak van inwoners van de stad, en daar ben ik het helemaal mee eens. We zien die raadsleden niet of heel weinig. En dat klopt. Nou, want ze zien ze op de televisie. Ja, maar er is gewoon eigenlijk geen tijd. Maar wat ik van tevoren had gedacht, en dat blijkt dat je daar dus echt helemaal geen mogelijkheden of geen tijd voor hebt, is dat je veel meer naar alle organisaties in de stad gaat. De plekken waar het werkelijk gebeurt. Maar ja, dan moet je eigenlijk daarnaast geen werk hebben. Dan zou je dat goed kunnen doen. Dan zou je veel meer met de mensen in gesprek kunnen gaan. Dan zou je naar langs de wijkcentra en alle instanties gaan. Sommige mensen kunnen dat gelukkig wel doen en ik denk dat dat belangrijk is. Dan ga je dus verloren voor de Tielse politiek. Tenzij er, zou je zeg maar nog in gesprek gaan, jij als persoon, naar een partij? Ja, dat is natuurlijk een mogelijkheid. Daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Van, zou ik me bij een andere partij aansluiten? Maar voor mijzelf had ik zoiets van, ik moet even afstand nemen. Even, als het ware, deze 4 jaar op me. Nou, het is ook een tobbelaar geweest. Na de debacle met D66 was natuurlijk ook niet fijn. Dat is niet leuk. En dan moet je weer opnieuw je weg vinden. Dus, nu heb je die weg net gevonden en dan stop je ermee. Ja, dat is, daarom hebben we ook wel gezegd, we vinden het ook wel aan de ene kant wel jammer, maar wat ik al zei, ik wil niet zeggen dat ik nooit meer in de politiek ga, maar het leek me nu goed om even afstand te nemen en dan even rustig na te denken van bij welke andere partij zou ik me dan eventueel het beste thuis voelen. Nou, je bent een gewaardeerd raadslid, als ik dat zo beluister, als ik in zo'n raadzaal zit. Dus wie weet wat dat gaat brengen. Als we kijken naar de begrotingsraad, daar had je een nette bijdrage. Die hadden jullie samen geschreven. Hoe kijk je daar zelf op terug? Op die begrotingsraad? Kijk, je hoopt natuurlijk altijd in zo'n raad meer voor elkaar te krijgen. Maar goed, dan hadden wij misschien ook zelf meer moties moeten indienen. Wij hebben natuurlijk kritisch. Ja, moties indienen van, om de moties. Maar als je zegt van ik wil dat of dat veranderen in zo'n begroting. Maar we hebben naar die begroting als geheel gekeken. En toen waren er eigenlijk zoveel dingen. En dat hebben we geprobeerd in onze bijdrage over te brengen. Want we waren het eigenlijk niet eens met de uitgangspunten waarmee deze begroting gemaakt werd. Ja. En dan is het moeilijk om op één punt, kan je eigenlijk niet op één punt iets gaan veranderen. Want het ging meer over de. Is alles of niet? Ja, het ging over de gedachtegang die erachter zat. En vandaar dat we de bijdrage hebben gegeven die we gegeven hebben. En daar staan we uiteraard achter. Er waren wat coalitiepartijen die over jouw verhaal heen vielen. Dat ging over het ambtelijk apparaat. Wat bedoelde je er nou precies mee? Nou, ik weet, ze vielen over me heen. Wat wij probeerden te zeggen is, als je een begrotingstekort hebt en een begroting sluitend probeert te maken, dan kan je er natuurlijk met de kaasschaaf overheen gaan.
En ja, je kan eigenlijk iedere begroting sluitend maken als je die cijfers een beetje aanpast. Maar de vraag is of die ook uitvoerbaar is. Kijk, we zitten natuurlijk met het na-uil-effect van het Bloesemakkoord. Daar waren een aantal bezuinigingen ingeboekt die we helaas niet gehaald hebben. Dat had iedereen fijner gevonden als dat wel was gelukt. En dan hadden we nu misschien waren we al verder geweest met het zwembad. En dan was het vastgoed afgestoten en dan hadden we meer vet op de botten gehad. Dat is allemaal niet gelukt. Ja. En dat moet je dan gaan compenseren. En ons uitgangspunt was van, nou, kijk dan eens heel kritisch. Waar gaat al je geld naartoe? En kijk dan over het hele pakket, waar is het naartoe gegaan en kan daar wat van af. En nu is wat ons betreft eigenlijk de makkelijke weg gekozen. En komt het dan toch, het sociale domein mag niet meer worden uitgegeven. Dus daar wordt dan ingekrompen. Er staan een aantal bezuinigingen ingeboekt. Waarvan we ook maar weer moeten zien dat die gehaald gaan worden. En mogelijk worden die ook niet gehaald. En gaat dat dan weer ten koste van wat we proberen te doen hier in de stad. Dus dat vind ik wel heel kwalijk. En ons uitgangspunt was, en dat was gewoon een open vraag naar de Raad, van moeten we nou toch niet eens kijken naar al die gemeenschappelijke regelingen, zoals de AVRI, de GGD, de werkzaak, die op zich natuurlijk heel nuttig werk doen voor onze regio. Ja, die ook bezuinigingen opleveren. Aan de ene kant hebben die bezuinigingen opgeleverd, maar aan de andere kant gaat daar jaarlijks ook weer een heleboel extra geld naartoe. Ieder jaar wordt er meer geld gevraagd. De werkzaak heeft om 24 extra medewerkers gevraagd, die ongetwijfeld ook weer nuttige dingen gaan doen. Maar aan de andere kant, wij willen ook graag wat extra mensen in de wijken hebben. En daar is dan vaak geen geld voor. Ja, dus wat vind jij van die gemeenschappelijke regelingen? Nou, daar tobben we met de hele Raad mee. Dus ik vond het wel teleurstellend. Nu ook weer, de AVRI die beslist heeft van er waren er twee tegen, Tiel en West-Maas en Waal. Ja. Dus we gaan op een andere manier dat vuil inzamelen. Ja, en terwijl we als Raad, en daar waren we als Raad wel vrij eensgezind in, dat wij wilden dat er eerst nog eens even kritisch naar werd gekeken of dit nou wel een goede investering is. Want er gaat wel bijna 9 miljoen naartoe. Ja. En als je dan twijfelt of dat wel de beste oplossing is. En daar is dan niet meer over te praten. Dat wordt gewoon, omdat je met, dat is nou eenmaal de democratie, je beslist er met elkaar over en het gaat gewoon door. Ja, heb je net zoals PVDB, hè, want die heeft openlijk al vragen gesteld van nou, wat zou het kosten om van de AVRI afscheid te nemen? Gaan jullie ook zover? Die vraag hebben wij niet gesteld en ik denk ook dat niet de juiste weg is. Onze insteek is van, kijk nou eens naar die organisaties. Wat zit daar aan overhead, wat er eventueel af kan? Maar dat werd al direct door de wethouder afgekapt als zijnde, ik geloof dat zijn woorden onfatsoenlijk waren. Ja, dan ben je wel heel snel uitgepraat. Ja. Hè, als er niet eens over nagedacht mag worden. Je moet het geld ergens vandaan gaan halen. Kijk, iedereen snapt dat het ergens ophoudt, dat je je geld maar één keer uit kan geven. Maar je moet wel in alle openheid daarover kunnen praten met elkaar en keuzes maken. Ja, en dat miste ik in de begrotingsraad. En dat vind ik dan erg jammer, dat het dan dodelijk stil wordt in de raadzaal. En jammer dat het dan stopt voor jou zo meteen, nogmaals. Ja. Want je praat ook met passie en vuur. Ja, maar goed. Je doet het voor die stad, hè? We doen het allemaal voor de stad. Ja, en dat was ook de insteek van onze bijdrage. We zijn trots op de stad. En we willen er met z'n allen een mooie stad maken en houden. Maar we willen ook dat alle inwoners trots zijn. Dat iedereen trots kan zijn. En dat zit hem er dus inderdaad ook in. Dat je niet je afval op straat gooit. Of dat je eens, de blaadjes voor de deur wegveegt. He, en dat gevoel moet bij iedereen zijn en niet van ik moet het omdat de gemeenteambtenaren dat zeggen. Nee, ik doe dat omdat ik graag in een prettige omgeving ben. En dat is wat ik graag zou willen bereiken. Dat mensen het inderdaad met trots en passie een bijdrage leveren. Maar dat kan je niet altijd van bovenaf opleggen. Jammer dat je stopt. Ja, nou, wie weet. En dit gesprek stopt ook bij deze. Mag ik u danken voor het gesprek? Graag gedaan.
In het koetshuis nu te gast Mustafa Alles Kan van de fractie Alles Kan. Mustafa, van harte welkom. Dank u wel. Jij zou bekendmaken bij deze dus wat jij gaat doen. Hè? En dan gaat het om, ga je als eenmansfractie door? Komt er denk in Tiel of ga je stoppen? Vertel je verhaal. Vertel mijn verhaal. April dit jaar ben ik uit de fractie van ProTiel gestapt. Waarom was dat trouwens? We hadden niet langer een gedeelde visie met een aantal leden bij ProTiel. Op een gegeven moment ging dat klinkt ook mooi, hè? Visie, maar wat bedoel je daarmee? Een andere manier van denken? Ja, over de agendapunten niet, maar gewoon puur, het ging dan puur om de samenwerking. Luisteren naar elkaar, elkaar respecteren. Op een gegeven moment ging ik ook, alles stapelt op. En als je op een gegeven moment met tegenzin naar de fractievergaderingen gaat, dan is het beter om afscheid te nemen. Vond je dat je daar je eigen ei onvoldoende kwijt kon? Soms, heel af en toe. Oké. Okay. Dat is wel één of twee keer voorgekomen. Maar is het, ook, het klikt gewoon niet op een gegeven moment. En dan is het beter om afscheid te nemen, vind ik. Goed, toen dus de fractie Alles Kan. En nou vrij snel werd de link gelegd naar Denk in Tiel. Je bent van Turkse komaf, weliswaar in Tiel geboren. Vertel, wat gaat er gebeuren? Er werd veel geroddel over Denk Tiel. Waarschijnlijk ook een beetje logisch, ook omdat ik Denk ook gesteund heb met de Tweede Kamerverkiezingen. Mm-hmm. Een goede vriend van mij, Neza Demirel, die heb ik gesteund tijdens een campagne. Maar die stond op de landelijke lijst, hè? Ja. Ik ben op gesprek gegaan bij Denk ook. Het kon. Het was mogelijk. Met nog twee Tielenaren. Wie waren dat? Een jonge, enthousiaste, ook een Turkse jongen, een mm-hmm. Nederlandse Turkse jongen. Die niet in de Tielse politiek tot nu toe heeft opgetreden. Nee. En mm-hmm. Nezat Demirel, die had ook gezegd dat hij ons zou gaan steunen. Maar ik heb andere toekomstplannen. Mede door mijn privéomstandigheden heb ik toch besloten om niet verder te gaan in de Tielse politiek. Dus niet als met je eigen fractie, niet bij een andere partij, maar ook met Denk in Tiel gaat er niet komen? Nee, Denk Tiel die komt er niet in 2018. Vind je dat jammer? Ja, ik vind het jammer, want met de Tweede Kamerverkiezingen zijn er, volgens mij iets van 1100... 1100 stemmen mm-hmm. zijn er op Denk gestemd. Er zijn veel de achterban van Denk. Er is een brede achterban van mm-hmm. Denk in Tiel. Ja, het was goed geweest voor minimaal 2 zetels. Minimaal 2 zetels, zeker wel. Helaas komt hij er niet. Je zit nu bijna ook 4 jaar in die raad. Klopt. Eerst voor ProTiel, hè, nu voor jezelf. Mm-hmm. Wat heb je ervan gevonden tot nu toe? Moeilijk, ja. Het was in de eerste 4 jaar zie ik het meer als een leerproces. Bij de tweede 4 jaar, bij de tweede termijn, dan ben je echt een ervaren raadslid. Dan weet je waar het over gaat. Weet je waar het over gaat, dan heb je het meegemaakt. En, weet je ook een beetje hoe de hazen lopen? Juist. Ja. Ja. Maar goed, dat gaat dus niet gebeuren. Nee, helaas niet. Nee, dat is jammer. Blijf je op de een of andere manier wel behouden voor de Tielse politiek? Want je vertegenwoordigt een grote achterban. Klopt. Ik zal zeker wel mensen, de inwoners van Tiel, als ze vragen hebben, mijn achterban, mensen uh-huh. die naar mij toe komen, die zal ik zeker wel op weg gaan helpen als het met politiek of met gemeente te maken heeft. Want je bent ook verbonden aan de moskee in Tiel. Blijf je daar wel actief? Ja, ik zit in het bestuur van de moskee van Tiel, de Turkse moskee, en daar blijf ik nog wel actief. Oké. De Turkse zaak, hè? Er is heel wat te doen geweest in de landen, veel onbegrip. Kun je dat nou eens duiden? Want je bent een Erdogan-aanhanger, hè? Mag ik het zo zeggen? Nee, is dat meer keuze? Of ligt het allemaal lastiger? Het ligt lastig, kijk. Maar je bent trots op je land voor een groot gedeelte is dat toch weer opgebouwd door Erdogan. Of ga ik nou zeggen, roep ik nou iets wat ook niet klopt? Niet alleen door Erdogan. Ik ben trots op Nederland, ik ben trots op Turkije. Ik ben ook trots op, trots op. Ja, Erdogan die heeft het gewoon goed gedaan. 15 jaar geleden in Turkije, ja, wat had je toen? Je had wel veel, maar nu heb je gewoon veel meer.
Turkije is in de laatste 15 jaar heeft Turkije echt gigantisch grote stappen gemaakt. En, naar mensenrechten, zoals wij dat hier kennen in Nederland. Ja, kijk, dat is een best wel een ingewikkeld punt, want Turkije, dat kun je niet vergelijken met Nederland. Als je alleen maar kijkt naar de buurlanden van Turkije, kijk naar het westen, dan heb je Griekenland, Bulgarije, ja, nou, economisch zwakke landen. En dan ga je naar de andere kant, naar de oost toe. Welke landen heb je daar? Je hebt Armenië, waarmee je ruzie hebt. Je gaat verder naar beneden, heb je Irak, Syrië. En Iran heb je, is een land in de buurt. Dus ja, als je dan, als je al die landen naast je hebt en nog steeds nog niet afgezet bent van je, hoe zeg ik dat, van je troon, zeg maar, ja. Dan ben je gewoon goed bezig. Dan ben je gewoon een sterk land. En dat heeft Erdogan wel van Turkije gemaakt. En ja, dat er veel dingen gebeuren en met de journalisten enzovoort allemaal, dat dat ligt veel dieper en veel van die mensen die opgepakt zijn na de coup in Turkije, na de coup-poging in Turkije. Ja, kun je dat duiden? Want een oom van jou is daar overleden, hè? Klopt, die is op de brug is die overleden. Maar die coup, dat wordt gewezen naar iemand die daar weer achter je vertelt verhalen. Ja, Fethullah Gulen wordt gewezen en er zijn ook heel veel aanwijzingen daar naartoe. Ja, dat is een islamitische geleerde en die heeft heel veel macht in Turkije, had hij tenminste, in het leger, kranten, tv, noem maar op, rechters. En op een gegeven moment begon dat te gevaarlijk te worden. En, te gevaarlijk voor wie? Voor het land zelf, want die man die wilde meer, als er één iemand te veel macht krijgt boven de regering. Boven de regering en iemand anders macht probeert te krijgen, dan bots je op veel punten en dan gaat het gewoon niet goed. En vooral in Turkije niet. En dat is ook gebleken, want ze hebben dus een coup proberen te plegen. En dat is ook gelukkig mislukt, dankzij de inwoners van Turkije. Maar sindsdien heeft Erdogan aardig wat gedaan om de teugels strakker aan te trekken. En dan met name beïnvloeding van bijvoorbeeld de pers. Hoe zie je dat? Ja, kijk, dat is heel lastig, want in Nederland leef je wat in een vrijer land, omdat Nederland dat soort dingen niet heeft meegemaakt. Mm-hmm. En in Turkije, dan moet je wel die touwtjes strak houden, wil je het een goed gezond land, als je dat wil houden, dan moet je dat wel gaan doen. Want kijk, afgezette leiders, kijk gewoon naar Gaddafi en ja, bijvoorbeeld Gaddafi bijvoorbeeld in Libië, die man is weg en Libië die is nu plat. Ja. Ja. Dus het is nooit goed geweest na een coup dat een land vooruit is gekomen. Hij is met Irak ook, hè, voor zover ik er zelf verstand van heb. Saddam Hussein weg, ja. Of dat hij goed slecht was, daar ga ik nu niet over. Maar de bron van IS ligt daar. Ja, dan zie je, het land is nu helemaal... noem maar op, IS en nog meer groeperingen die lopen daar rond, PKK, PJD of JPG, allemaal terroristische organisaties. Ja, het is lastig te doorgronden vanuit het Westen, dat is wat je zegt. Ja, klopt. Ja. Heel erg lastig. Jouw eigen toekomst? Mijn eigen toekomst? Die wil ik toch wel liever wat voor mezelf houden. Tuurlijk, privé, daar vraag ik ook niet naar. Ja, nou ja, ik stop met de politiek in Tiel. Ja. Ik blijf wel door in de bestuur van de moskee. Maar blijf je in Tiel? Ik blijf voorlopig wel in Tiel, ja. En als daar wat veranderingen komen, dan hoor je dat wel. Nou, in ieder geval hartstikke fijn dat je dit hebt willen vertellen in het koetshuis. Ja, graag gedaan. En ik wens jou de komende maanden natuurlijk nog veel plezier in die raad hier in Tiel. Ja, dank u wel.